Ja, Lisa, met de ploeg hebben jullie de koers hard gemaakt. Merel zat eerst in de kopgroep. Toen kwamen jullie erbij. Hoe ging dat? Wij rijden gewoon heel makkelijk voor de wind. Dus op een gegeven moment hebben we voor de wind een keer hard doorgeschaatst en toen waren we eigenlijk los. En dan moet de rest natuurlijk aan het werk om dat weer dicht te rijden. En als je er dan vervolgens nog weer een keer even een klap op geeft, dan komen er toch gaten in zo'n peloton en dan ontstaat een kopgroep. Ja. Ja. Hadden jullie er geen vertrouwen in dat Merel het in de eentje zou redden of wilden jullie dat overtal creëren? Je wil toch Manon eigenlijk het liefst niet één op één hebben, want dan is het gewoon lastig. Dus we wilden eigenlijk wel graag met z'n tweeën en ik had vandaag gewoon hele goede benen. Dus dat is ook zonde als je niet in de kop van de koers zit, dus ik wilde daar sowieso bij zitten. En uiteindelijk proberen we het, komen we niet weg en dan komt de rest dan weer terug. Dan wordt het toch nog een soort van een sprint, dus best wel een interessante wedstrijd, ja. Ja, want hoe voelden jullie dat aan? Nou ja, op een gegeven moment ben je natuurlijk aan het proberen, Merel en ik waren aan het proberen om Manon uit te spelen. Dus ja, om los te komen van Manon. En dat lukte niet en toen dacht ik op een gegeven moment, ja weet je, dan de rest ook maar weer erbij. Dat creëert een beetje chaos, zeg maar. Maar dat zij er weer bij waren, moeten we nog maar een ronde. Dus dan wordt het ook gewoon een sprint. En dan uiteindelijk nog een best wel een hele lastige finale. Ik maakte zelfs een inschattingsfout. Ik liet Imke Vermeer achter Manon zitten. Waardoor Imke Vermeer die hield de benen stil. Dus ik moest ploeggenoot van Manon. Dus ik moest eerst nog een gat naar Manon weer dichtrijden. En dat was gewoon, daar kwam ik gewoon te laat. Ik moest nog weer om allemaal mensen heen. Dus dat was gewoon een fout van mij. Dus dan bouw je wel met goede benen. En dan zo'n fout. Dat mag gewoon niet eigenlijk. Nee, nee. Want op papier 1 en 2. Dat, 2 en 3 bedoel je? Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar... ik heb nog niet gewonnen dit jaar en dat weet je, als je zulke goede benen hebt als ik vandaag had, dan wil je gewoon graag dat ook laten zien. Dus morgen nog kans. Het verschil op de streep was ook wel overtuigend. Ja, nee, klopt. Ik kwam nog wel dichterbij, maar het gat was gewoon al te groot om het echt nog om er echt nog te pakken. Dus helaas. Ja. Morgen moet het anders. Ja, morgen moet het anders, zeker. Ja. Dankjewel. Ja.